Hi, hier is Paul weer. Welkom bij DCA Dinsdag. Inmiddels heb ik er deel 3 aan toegevoegd. De derde keer op rij Johnson & Johnson kopen. Niet heel spannend. Ik weet niet heel goed wat ik allemaal moet vertellen. Toch ga ik het gewoon weer bespreken. Weer een DCA Dinsdag. Ik denk dat het belangrijk is om continu te blijven investeren. Dat heb ik dus ook vandaag gedaan met nog een keer Johnson & Johnson. Allereerst laat ik ook altijd zien of ik dividend heb ontvangen. Maar ook dat is niet heel spannend. Ik heb helemaal niks gekregen in de afgelopen week. Dat is een tijd geleden dat ik helemaal geen dividend heb gekregen. Het is zoals het is. Komende week komt er wel weer dividend binnen, of deze week, en dat laat ik dan volgende week weer zien. Dan kan ik dat weer herinvesteren in nog meer aandelen. Dat is natuurlijk een trucje. Maar deze week niet. Deze week een hele saaie, kale DCA dinsdag. En eigenlijk zit alles boven mijn koersdoelen, behalve Johnson & Johnson. En zelfs Johnson & Johnson stond afgelopen vrijdag, geloof ik, boven de $160. Zelfs als al mijn aandelen boven mijn persoonlijke koersdoelen zouden staan, zou ik nog steeds blijven bijkopen. Ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Ik moet gewoon zorgen dat mijn portfolio groter en groter en groter wordt. Dat mijn getallen groter worden, dat ik steeds meer aandelen verzamel. En dat ik daardoor steeds meer dividend per jaar mag verwachten. Inmiddels zie ik ook de voorspelling voor 2025 op Getquin. Stel dat mijn aandelen het komende half jaar allemaal overgewaardeerd staan, maar in 2025 komt een enorme crash, niemand die het weet. Nou, dan kan ik €2000 sowieso investeren in die crash. Ook zo zie ik het een beetje. Gewoon blijven verzamelen, gewoon DCA Dinsdag blijven doen. Maar voor nu weer Johnson & Johnson. En wat we ook een beetje zien in de markt de laatste tijd, dat is dit. Dit is de map van de S&P 500 over de afgelopen maand. Dan zie je dat de Magnificent Seven het moeilijk heeft. Rood zijn, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon. Tesla en Apple staan wel in de plus over de afgelopen maand. Maar Tesla gaat de laatste tijd geloof ik ook weer slecht. Een soort rotatie wordt het genoemd. Vanuit deze aandelen gaan alle andere aandelen ongeveer omhoog. Johnson & Johnson zie je hier ook staan. 8,75%. Procent erbij over de afgelopen maand. Eigenlijk is dat voor mij niet leuk. Aan de ene kant is het wel leuk. Mijn portfolio is de afgelopen maand ontzettend groen geworden. Dat is aan de ene kant leuk, maar ik moet nu duurder bijkopen en dat is eigenlijk ongunstig voor mij. Heel veel aandelen gaan in de plus. Ook is het zo dat de interest rates waarschijnlijk, dat is echt de verwachting aan het worden van de markt, in september naar beneden gaan. Dan gaan ook REITs, vastgoedaandelen, ja, die gaan omhoog qua koerswaarde. Dat zie ik enorm bij Agree Realty gebeuren. 12% erbij in de afgelopen maand. Agree is echt een van mijn absolute favorieten. Tot nu toe heb ik het elke maand erbij kunnen kopen, maar in de afgelopen maand zo hard gestegen dat het ver boven de $65 is gekomen. Dus dan bepaalt de markt eigenlijk vandaag en ook de afgelopen weken voor mij dat ik Johnson & Johnson moet kopen. Dus dan doe ik dat gewoon. En daar ben ik ook gewoon blij mee. Johnson & Johnson is een topbedrijf naar mijn idee. Dan is dit mijn kooporder bij Bux. Ik heb 1,70438 aandelen kunnen kopen voor €251. Dan heb ik mijn ding weer gedaan. Dan heb ik weer €250 van mezelf geïnvesteerd. Net onder de $160 wat ik graag wil zien bij Johnson & Johnson. En dan kan ik ook uitrekenen hoeveel extra dividend mij dat gaat opleveren per jaar. Nou, per jaar is dat dit. 1,7 aandelen. Wat heb ik vandaag gekocht? Dat. 4,96 is het dividend per aandeel per jaar van Johnson & Johnson. En dan weet ik dat deze aankoop mij een extra jaarlijks dividendinkomen oplevert van $8,45. In totaal nu 18,5 aandeel ongeveer van Johnson & Johnson zit in mijn portfolio, heb ik bij elkaar opgespaard. En dan weet ik dat ik $91,66 per jaar aan groeiend dividendinkomen mag verwachten. Dus dan is het eigenlijk een beetje saai om elke keer Johnson & Johnson te kopen. Maar ik ben wel bijna bij mijn doel, eindelijk. Johnson & Johnson, ik moet nog één keer een DCA dinsdag aan Johnson & Johnson besteden. Nog iets meer aandelen verzamelen. En dan kan ik er $100 aan dividend per jaar van verwachten. Dan zie ik dat als één vrije dag per jaar voor de rest van mijn leven. En dan is het weer motiverend in plaats van saai om altijd hetzelfde te doen en altijd in hetzelfde aandeel te investeren. Dus dat is gaaf. Verder wil ik daarom ook blijven investeren. Niet wachten op bepaalde koersen. Gewoon blijven investeren, elke week weer. Stel dat ik nu 364 dagen zou hebben opgespaard aan dividendvrijheid en ik moet nog maar één dag sparen en die laatste die ik wil hebben is Johnson & Johnson, dan ga ik daar niet mee wachten, dan wil ik dat zo snel mogelijk kopen, zo snel mogelijk naar financiële vrijheid. Ook op die manier zie ik het en blijf ik sowieso DCA dinsdagen doen, ongeacht wat de koersen doen. En het liefste heb ik natuurlijk dat de koersen weer naar beneden gaan de komende week, maar dat gaan we zien, daar heb ik geen invloed op.
Verder, dividend yield is weer omlaag gegaan. De eerste keer dat ik Johnson & Johnson kocht, 2 weken geleden, was de dividend yield 3,3%, omdat de koers toen veel lager was. Vorige week was de koers iets omhoog gegaan, was de dividend yield 3,2%. Nu is de koers weer verder omhoog gegaan, naar $158, en is de dividend yield 3,1%. Dividend yield is altijd het jaarlijkse dividend, dus 4,96 delen door de koopprijs. Nou, dat is de dividend yield. 3,1%, het liefst heb je een zo hoog mogelijk dividend yield om mee te beginnen. En dan gaat dat dividend elk jaar groeien. Dat is het idee, ook met Johnson & Johnson. Ik verwacht ongeveer een dividendgroei van rond de 6% per jaar voor de komende jaren. En Johnson & Johnson groeit al 62 jaar op reis in dividend. Vandaar een Dividend King. Dit plaatje laat ik altijd zien, maar dit is wel de essentie van dividendgroei investeren. 1 keer een aandeel kopen, dat gewoon vasthouden. En je krijgt continu meer dividend uitgekeerd over dat ene aandeel. Altijd meer inkomen vanuit je aandelen. Dat aandeel niet meer verkopen. En ooit kan ik hopelijk leven van mijn dividend. En dat is ook dit plaatje altijd met Getquin voor 2025. Bijna €2200 wat ik na belasting mag verwachten aan dividendinkomen vanuit het portfolio wat ik nu heb. Nou, aan mij is het om dat dividend weer te herinvesteren om DCA dinsdag te blijven doen. Mijn bedrijven moeten elk jaar, als het goed is, hun dividend verhogen. En dan ga ik steeds sneller naar financiële vrijheid. Inmiddels is Johnson & Johnson ook de 5e positie geworden in mijn portfolio. Daar ben ik ook wel blij mee. Ik zie Johnson & Johnson wel als heel veel kwaliteit. Ik kan hier ook zien dat het, waar staat hij? Hier, inmiddels 6% van mijn portfolio is. Nog 1 keer een DCA dinsdag besteden, dan heb ik mijn doel gehaald. Verder wil ik het nog een keertje laten zien met Fastcrafts. Dat is natuurlijk altijd leuk om te doen. Nou, dit is Johnson & Johnson. Super stabiele earnings over tijd. Winst per aandeel, dat is deze lijn. En continu groeiend dividend, dat is die witte lijn. Voor de komende jaren 1% wordt nu verwacht aan EPS-groei, daarna 7% en 7%. Normaal betaal je 16,5 keer de winst, de PE-ratio voor een aandeeltje van Johnson & Johnson. Nu staan we daar nog steeds net iets onder, had ik al gezien. Nu betaal je nog net geen 16 keer de winst voor een aandeel van Johnson & Johnson. Ik denk niet dat het per se heel goedkoop is. Het is denk ik ongeveer fair. Ik koop het gewoon graag bij. Ik wil het ook gewoon hebben. Als ik het ga projecteren naar de toekomst toe, wat kunnen we voor total returns verwachten? Stel dat de analisten gelijk krijgen. We gaan groeien met 1%, 7% en 7%. En we gaan weer terug naar de normale waardering die de markt historisch gezien geeft aan een aandeel van Johnson & Johnson. Dan kan ik dat projecteren en dan zie je dat je 10,5% total returns kan verwachten tot en met 2026. Naar mijn idee is dat gewoon prima voor Johnson & Johnson. Total returns is altijd de koersappreciatie, dus de koerswinst of de koersverlies als het slecht gaat. Dat kan natuurlijk ook. Plus het dividend wat je erbij krijgt, dat zijn de total returns. Mij gaat het vooral om het dividend natuurlijk. Maar ik weet dat heel veel mensen ook kijken naar de total returns. Nou, 10,5%, het is heel saai. Maar zoals Morgan Housel altijd zegt, en dit is de auteur van The Psychology of Money: you can be an extraordinary investor by earning average returns for an above average period of time. Dat is natuurlijk compound interest. Als je continu stabiele earnings kan pakken, stabiele rendementen kan pakken op hele saaie, stabiele aandelen, zoals Johnson & Johnson, PepsiCo, dat soort dingen. Naar mijn idee, ik ben geen financieel expert, maar dat is mijn overtuiging, dan ga je het over langere termijn eigenlijk altijd goed doen vanwege compound interest. En het gaat ook altijd om het risico wat je neemt. Ik denk dat dit soort bedrijven behoorlijk veilig zijn. Ook al heb je nooit garanties. Als we nog een keer gaan kijken naar de free cashflow, hoe ziet dat eruit? Is het dividend veilig? Van free cashflow betalen bedrijven hun dividend. Dat ziet er allemaal prima uit. 50% payout ratio ongeveer. En natuurlijk blinkt Johnson & Johnson ook nog steeds uit met de AAA credit rating. De allerhoogste kredietwaardigheid ter wereld, samen met Microsoft. Dat is eigenlijk Johnson & Johnson. Ik weet niet goed wat ik er verder nog over moet vertellen. De afgelopen 2 weken heb ik er ook al dingen over verteld. 3 keer op rij Johnson & Johnson gekocht op een DCA dinsdag. De maand is ook bijna voorbij. Morgen nog een dag in juli. Daarna is het alweer augustus. Daar kom ik weer met een portfolio update voor deze maand. Verder vanavond, ja, kan je popcorn erbij pakken. Daar komen de earnings van Starbucks. Ik ben ontzettend benieuwd. Iemand vroeg ook of ik hier een video over ging maken over de earnings van Starbucks. Ik weet het niet. Misschien wel. Het ligt er een beetje aan wat eruit gaat komen. En misschien vind ik zelf weer een bepaald vertrouwen, een bepaalde verwachting bij Starbucks naar de toekomst toe. Dan kan ik Starbucks ook weer zetten op mijn doelenlijstje. Dat zou kunnen. Kan ik hem weer toe gaan voegen aan mijn portfolio vanaf komende week. Wie weet. Dus dat komt vanavond nog, als je dat leuk vindt. Volgens mij komt ook Microsoft met cijfers en heel
veel bedrijven komen deze week met cijfers. Dat is altijd leuk om te volgen. Voor nu ga ik het hierbij laten. DCA dinsdag is weer voorbij. Ik heb weer Johnson & Johnson gekocht. Ik ben bijna bij mijn doel. Nog één keer. Dus misschien volgende week weer Johnson & Johnson om het helemaal af te maken. Het zou zomaar kunnen. Voor nu bedankt voor het kijken. Deel ook vooral wat jullie hebben gedaan. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Doeg en bedankt.